Kijk eens wat ik heb. Wat? Iedere flip die je maakt, krijg je 5 euro in het potje. Bro, ik heb zo'n heel onderbuik gevoel, weet je. Nee, nee, je krijgt het echt. Je weet, als wij zeggen dat je het echt krijgt, krijg je het echt. 24, 25, 45, 46. Robin denkt dat we een andere video gaan opnemen. Robin moet het intro doen. Daarna kom ik met een hele leuke verrassing voor Robin, die hij zeker leuk gaat vinden en waar hij heel wat centjes mee gaat verdienen. Welkom bij weer een nieuwe video van Consult. Ik ben Jochen en ben vandaag samen met Milko, Nico, Masha en Robin. En Robin, wat gaan we vandaag doen? Duikplank de foampit in. Duikplank de foampit in. Ja. Luister goed, dat gaan we de volgende keer doen. We hebben een andere video. Robin, jij weet van niks. Jij hebt een bijbaantje. Fuck. Wat verdien jij ongeveer per uur? Ongeveer. 4 euro. Wat nou als we wat jij per uur verdient per flip doen? Kijk eens wat ik heb. Wat? Robin, omdat jij ons altijd helpt, krijg jij 2 minuten de tijd. Iedere flip die je maakt, krijg je 5 euro in het potje. Frontflip, backflip, sideflip. Ja. Land jij hem? Ja. 5 euro in jouw spaarpotje. Ja. Maar raak jij het blauwe aan, gaan er 2 terug naar ome Jochen. What the fuck, maat? Maat, dit is gek, ouwe. Doe jij even nadenken hoe je dit gaat doen? Oh, ik word helemaal gek, jongen. Ik zal een beetje uitleggen waarom. Ons YouTube-kanaal gaat de laatste tijd heel erg hard. Eindelijk verdienen we een beetje geld. Normaal gaat het altijd naar Brett. Maar we hebben een klein extraatje. Dus ons YouTube-team hebben wij besloten, omdat Robin altijd alle video's meedoet, alle TikToks en ons hier helpt, voor hem in een klein extraatje. Dus je kan gewoon je jaarsalaris verdienen in 2 minuten. Ik word helemaal gek hier. En hij was net nog zo blij dat hij 13 euro terugkreeg van thuisbezorgd. Ja, helemaal gek, jongen. Je krijgt het echt, hè? Bro, ik heb zo'n heel onderbuik gevoel, weet je wel. Nee, nee, je krijgt het echt. Je weet, als wij zeggen dat je het echt krijgt, krijg je het echt. Ja, ik weet, maar ik bedoel, ik heb gewoon zo'n onderbuik gevoel van blij. Ik word helemaal gek, jongen. Dat je zo'n lieve jongen bent. Maar Robin, je hebt nog helemaal niks, hè? Nee, dat weet ik. Gast, ik word helemaal gek, jongen. Gaat hij door zijn enkel bij zijn eerste pool? Ja. Robin, dus frontflip, doe eens een frontflip, sideflip, backflip. Frontflip, sideflip, backflip, dat is al 15 euro. Hoe lang moet je daarvoor in de keuken staan? Ik moet 4 uur voor in de open staan. 4 uur? Zeg je? Ja, dat ik dadelijk niet eens meer een backflip kan. Ik voel je de druk? Ja. Ik word helemaal gek, jongen. Het is toch wel echt geld, hè? Ja, het is echt geld. En ik zal je eerlijk zeggen, het was nog heel moeilijk om aan 100 briefjes van 5 te komen. Ja, serieus. Ja. Dat was echt een hele klus. Robin, ben je klaar? Nee, voor de eerste. Ik ga heel even naar de timekeeper. 2 minuten de tijd heb je. 3, 2. Kom mee, Tim. En go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nico, normaal 15, 16, 17, 18. Kom op! 19, 20. Oh, dat is nog 100 euro! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoeveel zitten we, Nico? 31 seconden. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hoppa! 41, 42, 43. Mag je even het handen niet op je nek gaat, hè? 43. Focus, focus, focus. Niet vallen. Niet blauw aanmaken. Kom op, Robin. Hup! 44. Hoppa! 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81. Oeh. Nog niet seconden, kom op, snel nog. Hup. 73.
73, 74, 75, 76, 77, 78. Oh, oh. Hoppa, daar is. Hoeveel? Tel die laatste nog? 79? 79. Lekker Robin! What the fuck? Hoe voel je je? Ik word helemaal gek, jongen. Gast, dit vindt zo raar, jongen. Ja, zoveel verjaardagsgeld heb je er nooit gehad. Maar ik heb dit überhaupt nog nooit gehad. Maar weet je hoeveel geld je nou hebt? Ja, 395 euro. 395 euro. Gast, ik ben echt aan het trillen, hè? Hey, chickies. Kijk eens aan, jongen. Kijk jullie mee uit eten nemen. Het is echt niet gezond, hè? Ja, maar we moeten ook wel weer aan het werk, hè? Dus we gaan gewoon filmen nu weer. Ja. Wat mijn idee was, want nu gaan we gewoon verder. We gaan een duikplank maken naar de foamput. Brett is het voor jou geleerd. Echt? Maar weet je wat je ook van mij geleerd hebt? Dat je niet op je nek alle flips. Vallen. Een backflip. Ja, dat is echt zo, hè? Ja. En die kijkers... Wat ga ik aan sjouwen? Boeren mag niet! Zien jullie dat blok, lieve jongens en meisjes? Ja. Ik ga springen van de trampoline. Spring nog een keer daarop. Ga ik naar mijn buik. Doe ik een Cody op de mat. En hun trekken hem weg. Zo, pjoe. Ik snap er helemaal geen reet van, maar doe maar. Lekker hoor! Lekker! Holy shit! Het idee was goed! Het idee was goed! Dico, de uitvoering was wel heel erg matig. Wat heb je meegenomen? Ik heb van thuis een pogo stick meegenomen. Een pogo stick? Ja, maar echt een professionele pogo stick waar mensen flips op kunnen en zo. Dus er zijn mensen die zijn professioneel pogo stickers? Ja, professioneel pogo stick springer. Ik ga mijn pogo stick halen. Ja, ga haal hem even. Loop je mee? Ja, ik loop wel even mee. Oh, ja. Ben ik jou nou aan het filmen terwijl je aan het omkleden bent? Ja, maar dit is de pogo stick. Dat is de pogo stick. We hebben echt al heel veel gezien hier, maar dit nog niet. Stevige schoenen? Ja. wat zei jij? Ik vroeg of hij stevige schoenen heeft. Ja, waarom moet ik stevige schoenen aan? Dat wordt aangeraden door de manufacturer. Nu ga je wel voorzichtig, vriend. Dat is echt leuk! Oh, ja, ja. Nee, gaan we trekken. Nee, ik vind het leuk. No. Is het nou makkelijk? Any balance on it. Ja. Hier gaan. Ja, springen. Ja, klaar? Oké, uit. Hoezo? Ik heb dat... Ja, ik denk jij gaat vol op die tribune. Nee, ik heb dat onder controle. Ja. Ja, en dadelijk weer met zijn nek zo. Ja, goed. Hallo. Wat? Echt een leuke idee. Wow, Chris. Even spelletje, man. Schokje, vriend. Ik heb een leuk idee. Ik zit gewoon rustig mijn spelletje te spelen. Zie ik een beetje... Luister, kennen jullie dat spelletje? Dat rare spel met die mes en die vingers? Ja. Wat als ik nou zo met mijn been... Nee. Nee, ik ga het echt niet doen, vriend. Volgens mij heb jij geen zin dat je deze week moet werken of zo. Volgens mij wil je de ziektewet in. Je bent er net uit, man, pannenkoek, na een half jaar. Dat geluidje. Nee, ik ga hem onderdoor buikschuiven. Nee, Brett, doe nou niet die stomme dingen. Jochen, het is best laat, hè? Ja, opa wordt moe. Nee, val best mee. Het is 10:30 plus 12. Ik zeg, houden wij bedankt.